Dit ben ik en ik hou van kunst. Dus laten we naar kunst kijken. Vandaag kijk ik met jullie naar de strandportretten van Rieneke Dijkstra. Rieneke Dijkstra fotografeerde jongeren op het strand in België, Kroatië, Oekraïne, Verenigde Staten en Polen. Dijkstra fotografeert de jongeren in hun zwemkleding, een beetje van onder en geïsoleerd van de rest van de wereld. Deze setting maakt de kwetsbaarheid van de jongeren zichtbaar. Ook de werkwijze van Dijkstra had hier invloed op. Dijkstra maakte de foto's met een analoge camera, waardoor het lang duurde voordat ze was geïnstalleerd. De modellen konden in de tussentijd wennen aan de camera en een pose zoeken. Ze kregen van Dijkstra namelijk geen poseeraanwijzing. Bij het Poolse meisje zie je een ontspannen houding die lijkt op de Venus van Botticelli. Welke houding zou jij aannemen als je zo op de foto werd gezet?